Goeiedag, meneer Van Dijk van PvdA. Ook klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zeker weten. Jullie zeggen het al, hè? Zeker zijn voor een stichtingsrecht voor iedereen. Ja, een gemeente waar iedereen telt. En daar waar ook iedereen mee kan komen. En als mensen dus bijvoorbeeld in een situatie zitten dat het even niet lukt, dat we ieder wel het steuntje in de rug geven. Nou ja, aan u de eer om de aftrap te geven. En nogmaals, hou het scherm even in de gaten. Succes. Ik ben Maarten van Dijk, 37 jaar, woonachtig in Maarsebroek en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. De PvdA gaat voor een sterke en sociale gemeente. Een gemeente waar je betaalbaar kunt wonen, maar ook gezond en fijn kunt wonen. Daarom willen wij investeren in de openbare ruimte. Verder vinden we het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in meer betaalbare woningen in Stichtsevecht voor jongeren, starters en senioren. Bij nieuwbouwprojecten gaan we voor 30% sociale huur. Verder vinden we het belangrijk dat er geluisterd wordt naar inwoners. Dit door betere communicatie en samenwerking met inwoners. En u kunt van de PvdA een sociale, een brede sociale agenda verwachten. Met aandacht voor de groeiende groep senioren, maar ook voor opgroeiende kinderen. Vrijwilligerswerk en voor mensen die in armoedesituaties zitten in Stichtsevecht. Kortom, om zeker te zijn van een Stichtsevecht voor iedereen, stemt u 21 maart Partij van de Arbeid. Een timing waar weinig tot niets op valt af te dingen. Ja, precies getimed. Ik heb het niet helemaal zo één op één voorbereid. Maar ja, we hebben een aantal debatten al gehad, dus dan leer je een beetje. Ja. Uit de losse pols gaat dan toch het beste? Dat gaat toch het beste, ja. Want als je het opleest, dan moet je er toch om nadenken van wat komt er nu nog verder. En dit is echt uit het hart. Kortom, uit het hart en tevreden. Tevreden, zeker weten. Succes. Dank u wel.